Xavier en route wordt mogelijk gemaakt door Future Media Productions. Welkom bij een nieuwe aflevering van Xavier en route. We zitten volop in de zomer, dus ook volop in het terrasseizoen. Maastricht heeft een heel divers en gevarieerd terrasaanbod. We nemen u vandaag mee langs enkele terrassen die wellicht niet meteen op uw vizier staan, maar die zeker de moeite waard zijn. We beginnen aan de andere kant van de Maas, in het stadsgedeelte Wiek. Wiek heeft de laatste jaren een enorm positieve ontwikkeling doorgemaakt. En daar hebben de terrassen zeker aan bijgedragen. Denk aan de gezellige terrassen in de Rechtstraat of in de Wiekerbrugstraat. De nieuwe place to be is het Curversplein, onlangs heraangelegd en voor nu volledig autovrij. Met een prachtig uitzicht op de Maas. Luc, nieuwe zaak, Senk, pas een paar maanden open. Bewust gekozen voor het stadsgedeelte Wiek? Ja, bewust gekozen voor Wiek. Opkomend stuk, dynamisch stuk. Veel bewoners nog in het stadsdeel Wiek, veel hotels, veel eetgelegenheden, dus een heel bruisend gedeelte van de stad. Oké, en dan ook nog een heel nieuw heraangelegd Curversplein. Hoe zijn de reacties van de mensen op het nieuwe aangelegde Curversplein? Zeer positief. Vroeger stonden hier auto's, dat is nu voor het eerst deze setting. De reacties zijn perfect. Waarom moeten mensen hier komen zitten? Mensen moeten hier naartoe komen vanwege het prachtige uitzicht over de Maas. En de hele mooie zonsondergang. En daarnaast ook nog de mooie panoramische zicht op het oude gedeelte van de stad. We blijven nog even aan dezelfde kant van de Maas, namelijk bij plein 92. Hier vind je onder andere het terras van Coffee Lovers. Maar vanuit plein 92 liggen er tal van andere leuke terrassen. Zoals het immer populaire Café Zuid. Aan de rechterkant het terras van het jaar 2016 van restaurant de Mangerie. En wie culinair op sterrenniveau wil lunchen, is er het nieuwe tuinterras van restaurant Beluga. De meeste mensen kennen uiteraard het Onze Lieve Vrouwenplein, met de kwalitatieve terrassen van onder andere de Comedie en Derlo. Maar een van de zijstraten van het Onze Lieve Vrouwenplein is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte terrasstraat. We hebben het dan over de Koestraat, die meteen toegang biedt tot het trendy Jekerkwartier. Je hebt toch al de nodige jaren Café Luren, maar toch blijft het een beetje de verborgen parel van Maastricht. Omschrijf ik dat goed? Dat omschrijf je goed. Ja, 1 juli jongstleden had ik 9 jaar de zaak. Ik ben begonnen toen ik 25 was. En ja, verborgen parel. Ja, je ziet toch nog alle toeristen om de hoek komen. Oh, wat is dit? En VVV, mooiste straat van Maastricht, et cetera, et cetera. En Maastrichtenaren weten het zeker te vinden. Maar toerisme ook, studenten ook. Dus eigenlijk alles wat Maastricht te bieden heeft... Zit op het terras. Ja. En je ligt midden in de wijk Jekerkwartier, wat de laatste jaren natuurlijk ook een upcoming is. Hè? Zeker. Het bekender en bekender worden, merk je dat zelf ook? Het Jekerkwartier is zeker booming. Je merkt het ook dat de gemeente daar veel aandacht aan besteedt. We hebben een leuk klopje horeca ook hier. Hè? Vergeet de kleine detailhandel vooral ook niet. En nee. Ik denk dat die kleine detailhandel samen met de goede horeca die hier zit, dat heel... Het Jekerkwartier heel aantrekkelijk maakt. Ja, vanuit het Jekerkwartier ben je eigenlijk binnendoor zo op het bekendste plein van Maastricht. Uiteraard het Vrijthof met zijn diversiteit en terrassen. Maar rondom het Vrijthof liggen toch wel enkele verborgen pareltjes. Zoals het terras van Piece of Cake en het terras waar we nu naar gaan kijken, het binnenterras van het Kruisheer Hotel. Fabienne, het lijkt wel alsof we in Zuid-Frankrijk zitten, yes. Maar volgens mij zitten we toch in Maastricht. Uiteraard, zo'n gevoel geeft het wel. We zitten nu bij het Kruisheer Hotel Maastricht. Mooi pandhof, 7 dagen in de week geopend. Wij hebben vaak gasten, hotelgasten, maar ook gasten van buitenaf. Alhoewel het natuurlijk niet zo heel duidelijk is dat hier zo'n mooi pandhof binnenhof ligt.
Maar je kunt hier dus gewoon als niet-hotelgast kun je gewoon het Kruisheerhotel binnenlopen. Je hier gaan plaatsnemen en gewoon een lekker drankje doen. Net alsof je op een ander terras zit eigenlijk. Ja. Oké. Maar ervaren jullie dan ook niet dat, ja, dat er toch mensen denken van ja, die drempel is te hoog? Dat ze denken het is alleen maar voor de hotelgast? Nou, vaak wel. Dat is op zich heel erg jammer natuurlijk. Want gasten komen alvast binnenlopen en denken nou, de kerk is al heel erg interessant en mooi. En leuk om doorheen te lopen, maar ze vergeten vaak dat er nog veel meer achter zit. Nou goed, dan is het aan ons om ze door te leiden en te begeleiden naar dit mooie stukje. Om gewoon rustig plaats te nemen. Ja. Kopje koffie, ja, glaasje bubbels. Ja, tot slot zijn we aangekomen bij de binnenhaven van Maastricht, ook wel het Bassei genoemd, met zijn diverse restaurants. Helaas wordt deze wijk ook nog wel eens over het hoofd gezien, maar hopelijk gaat dat in de toekomst met de facelift van de omgeving, met de nieuwe Pathé en de nieuwe Lumière, anders worden. Zoals jullie gemerkt hebben, zijn er nog heel wat terrassen in Maastricht te ontdekken. Uiteraard zijn er nog meer terrassen in Maastricht, in Limburg en in de hele EU-regio. Hopelijk komen er nog genoeg zomerse avonden aan deze zomer om deze allemaal te ontdekken. Tot de volgende keer!